Het aantal COVID-doden onder zwangere vrouwen is gigantisch hoog. Sunita Nanapandey, voorzitter van de stuurgroep Vaccinatieprogramma, zegt dat dit nog nooit is voorgekomen in Suriname. Er zijn nu 23 zwangere COVID-gerelateerde doden geregistreerd. En dat zijn sterfgevallen voor, na of tijdens de bevalling. En er zit zelfs één patiënt tussen die 2 maanden lang na dat de baby geboren is via de keizersnede, 2 maanden lang op de IC heeft doorgebracht en uiteindelijk toch is overleden aan de gevolgen van de COVID-infectie. Dus zij bracht het aantal op 23, helaas. Ik dacht dat er iets van 11 of 12 niet-COVID-gerelateerde maternale sterften zijn. Dus als u dat optelt, dan zitten we gigantisch hoog. Eigenlijk getallen die we nooit eerder hebben gekend in Suriname. Ze zegt verder dat in de vierde golf er meer kinderen besmet zijn geraakt. Deze waren echter niet zieker dan kinderen die in de eerdere COVID-golven besmet zijn geraakt met het virus. Dat het wel meer kinderen waren, was te verwachten, aangezien de Delta-variant, die voor deze golf zorgde, veel besmettelijker was dan de eerdere varianten. Geen van de kinderen die op zijn genomen met COVID zijn zo ziek geweest dat ze op de kinder-IC moesten verblijven. Dus ze verbleven op een gewone kinderafdeling, speciaal ingericht voor COVID-gevallen. De kinderartsen blijven nauwlettend monitoren hoe het gaat met deze kinderen en ook andere COVID-besmette kinderen tijdens de pandemie. En dat was dus Sunita Nanapandey Gopisingh. Ze sprak op de laatst gehouden COVID-19 persconferentie in het perscentrum.